En het belooft een waar spektakel te worden. Ja, zijn ze volop bezig met de banen. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Nou, vrijdagavond dan begin om 5 uur 's avonds. Dan gaat hier de wedstrijd losbarsten. En dan beginnen we met vanaf de 3,5 ton standaard tot en met 9 ton standaard. Daarna ook nog diverse sport- en supersport tractoren die hier even de boel gaan laten zien wat ze kunnen. Ja, dus we beloofden een hele spektakel te worden. Ja, en dat was de vrijdag. En wat kunnen we op zaterdag verwachten? Op zaterdag dan beginnen we om 2 uur. Om 2 uur beginnen we met de 2,5 ton standaardklasse tot en met de 9 ton standaardklasse. Dan ook nog diverse sporttractoren. En als de laatste klap op de vuurpijl, dan hebben we nog 3 klassen. En dat zijn de duotracks. Met 2 tracks voor elkaar en dan ook nog in 3 verschillende gewichtsklassen bij elkaar. Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan? Met mijn witte blouse nog op het podium gestaan. Hou mijn pilsje even vast, ik moet weer gaan beginnen. 10 minuten later en de tent die staat te springen. Naast het spektakel op de banen belooft het ook een spektakel in de tent te horen. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten? Omdat Tractor Pulling Houden Bos dit jaar 20 jaar bestaat, wilden wij toch wel een beetje uitpakken in de tent. En dan gaan we op vrijdagavond beginnen met DJ Gijs. En later op de avond zullen de Bass Chasers langskomen om het dak van de tent af te blazen. En vervolgens gaan wij op zaterdag verder in de tent met DJ Gijs en Willem. En ook zal coverband The Beatles langskomen en het belooft een waar spektakel te worden. Ja, jullie zijn volop aan het opbouwen. Hoe verloopt de opbouw tot nu toe? We zijn maandagavond begonnen met de vloer te leggen. En we hebben vandaag de tent gezet, zoals jullie kunnen zien. En nu zijn we volop bezig met de bar gereed te maken en het podium opbouwen in de tent. En in de rest van de week zal het licht en het geluid in de tent komen, zodat het wat wordt. Belooft het hier een spektakel op de baan en in de tent te horen, dus dit wil je niet missen. Ik zou zeggen, tot van het weekend.